Goed, één camera is volgeschreven. Hup, de tas in. Camera er neerzetten. Ik wou net een nieuwe vlog maken. Ik wou zeggen van, wauw, dit is zo mooi. En toen was de SD-kaart helemaal vol. Maar nu zeg ik het voor de tweede keer. Wauw, dit is zo mooi. Stromend water. We gaan eens eventjes kijken. Want dit is een hele lange tijd geleden dat ik dit heb kunnen filmen. Vroeger stroomde er altijd water vanuit deze twee uitlaten, die kant heen. Maar nu stroomt het waarschijnlijk vanaf die kant hierin, zeg maar. En ik zit even te... Oh, wacht, ze hebben ook alles weggehaald binnen. Hier stonden planten en jonge boompjes. Maar die hebben ze dus weggehaald. En dit waren de oude uitlaten van vroeger. Die doen het dus niet meer. Maar je ziet het. Als vroeger dit 24 uur per dag aan was, dan kwam het water wel eens tot zo hoog. En binnen 3 dagen was het weer weggezakt, zeg maar. Dan zit ik alleen heel even te kijken. Er zit nog niet heel veel in. Maar het begin is er. We gaan eens eventjes kijken. Of het hard... Nou, het stroomt redelijk, of niet? Nou, dit trekt natuurlijk weer dieren aan. Ja, ja, het is zover, jongens. Stromend water. Kijk even hier hoe helder het is. Hier heb ik heel lang op zitten wachten. En het is waarschijnlijk zover. We gaan eens eventjes kijken wat ze nu aan hebben gezet. Oh, die staat aan. Ja, daar vliegen dus allemaal vogels weg. Ja, net niet op beeld. Daar zaten vogels. En ik heb het idee, omdat ze hier die boompjes ingeplant hebben, dat dit binnenkort weer een heel mooi stuk gaat worden. Oké, het stroomt niet hard, maar als dit gewoon 24 uur per dag blijft stromen, ja, dan is dat geweldig. En die heb ik nog nooit aangezien. Maar als ze deze grote jongen aan zouden zetten, oei, dan gaat dit waarschijnlijk snel vollopen. En waarschijnlijk gaat het dan ook nog naar een ander bassin. Kijk even hier. Met één woord gezegd, geweldig. Het is weer aan, jongens. Het kan natuurlijk ook zijn dat het een soort van waterlozing is, dat het te veel uit de grond gepompt wordt, dat ze dat dan hier op de een of andere manier lozen, of een soort van doorstroming, geen idee. We zijn er nog niet precies achter. Ik zou wel eens even kijken, als ze hier binnenkort een open dag gaan houden, dat is dacht ik 1 keer per jaar sowieso, volgens mij, dan wil ik daar even binnenkijken, even informatie gaan opvragen, dat is wel interessant. Ja, dit trekt zeker weten dieren aan. Die komen hier het bos uit en die gaan hier water drinken. Dat is één ding wat zeker is. Kijk maar, ze hebben er ook met een machine gereden. Nou, het stroomt nog behoorlijk hard. Grappig. Oké, het loopt helemaal tot hierheen. Kijk, daar heb je dus de oude uitlaten van het water. En zelfs zo uit dat ze al een beetje beginnen te verzakken. Nou, mij benieuwd hoe lang het duurt voordat dit hele grote bassin volgelopen is met water. Ik heb het idee dat dat regelmatig stopt, zeg maar. Anders zou hier al meer water in moeten zitten. Want je ziet het zo aan de sporen. Maar die sporen staan er niet voor niets. Dus ze hebben die jonge bomen die hier stonden, hebben ze eruit gehaald. Dus ik heb gewoon het idee dat dit water nu gewoon aanblijft. We zullen het zien. We zullen over een aantal dagen wel terugkomen. En dan gaan we even kijken hoe vol de bak is. Nou, dit is natuurlijk regenwater wat hierin staat. Ik kan me haast niet voorstellen dat het water al zo hoog geweest is.
Heel erg mooi. Hier heb ik eigenlijk heel lang op zitten te wachten. En eigenlijk al meer dan anderhalf jaar. En nu is het zover. Er wordt water ingepompt. En ik heb ook het idee, ik weet niet, het kan aan mij liggen, maar of ze iets met dit ding gedaan hebben, iets afgevlakt of zo. Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij was het vroeger meer rond en nu is het meer recht geworden. Kijk maar. Met een soort van verhoging heel langzaam erin. Dan kan natuurlijk zijn dat ze dit extra gemaakt hebben voor de dieren die uit het bos komen. Dat zou ook kunnen, maar het is wel heel mooi. Een vooruitgang. Dan zal dit in de zomermaanden wel helemaal vol stikken met vogels allemaal. Want als daar water is, dan komen hier nog veel meer dieren. Nou, hier stonden vroeger allemaal brandnetels, die zijn hem ook allemaal weg. En al deze dingen hebben ze ook weggehaald, zeg maar. Want daar stond het vroeger ook vol mee. Dus ik heb echt het idee dat ze hier toch wat gaan doen. Wat hangt hier nou weer? Een soort lap of zo. Een trui of iets, geen idee wat het is. Hier heb je de oude uitlaat nog. Als deze bassin vol is, dan loopt het verder naar de andere. En dan gaat deze ook vol worden. Ach, kijk, hier is die. Dit is de oude nog, van vroeger. We gaan even beneden kijken. Die buis is volgens mij helemaal verzakt. Die daarin zit. Even kijken. Ja, die is helemaal verzakt, kijk maar. Hier groeien nog wel brandnetels. Hoppa. Toch wel grappig als je door de jaren heen al deze veranderingen ziet. Dit was vroeger echt een heel mooi stuk. Met allemaal bomen en heel veel beschutting, zeg maar. Maar nu staat er dit en ik heb heel sterk het vermoeden dat alles wat je hier ziet, dat dit hele gebied helemaal overgenomen wordt door deze lage struiken met van die pitten erin. Deze dus. Maar het lijkt wel of deze allemaal aan het afsterven zijn. Kijk. Ja. Op de een of andere manier doet het allemaal niet meer. In deze hele strook. Nu zit ik me eigenlijk ook af te vragen. Hoe ziet dat daarachter er dan uit? Even kijken. Oh, daar is het nog wel groen. Ik denk al is er een soort van zure regen opgevallen dat alles opeens afsterft. Maar dat valt mee. Maar het is wel heel duidelijk te zien dat vooral deze kant opeens helemaal is aangetast. En die kant eigenlijk niet. Dat is wel heel erg vreemd dat dat opeens in één keer zo is binnen een aantal weken. En ook hier zijn ze met een machine in geweest. En ook hier heb ik het idee dat er minder staat. Nou, met al die regenbuien, het valt eigenlijk reuze mee. Dit is eigenlijk hoe de lucht eruit ziet. Je ziet het, de zon begint al lager te staan, want je hebt die scheiding daarachter op die heuvel. Van het zonlicht al. Zit ik heel even te kijken, want dit is nu elk jaar eigenlijk zo dat het. Even kijken, wat is dat? Zag ik daar nou een vogel? Er zit wel wat. Oh. Ah, nou stoot ik tegen de camera aan en is die weer weg. Dat is jammer. Oh, wacht, hij zit er nog.
Dan hoop ik dat hij hem scherp gaat stellen op het beest. Bingo, raak. Yes, dat was een mooi beeld. Ook al is het maar 1 seconde. Dan hebben we hem tenminste vast op beeld. Dan kunnen we er een screenshot van maken en van genieten. Jawel. Ik zei je toch, jongens. Ze hebben dat water daar aangemaakt. Dat trekt alleen maar meer vogels. Jammer dat hier de zon op een hele vage manier staat. Anders zou dit de ideale spotplek zijn voor vogels. Maar vanuit de uitkijktoren kun je ook een heel mooi stukje pakken. Strak blauwe lucht. Wat is dit? Wow. Als je op de weerradar kijkt, is er over heel Nederland allemaal kleine wolkjes met regen. Dan moet dat wel haast zijn. Allemaal van dat soort wolkjes waar regen uitvalt. Nou, ik neem aan dat daar regen uitvalt op dit moment. Dat kan haast niet anders. Ah, ik zei het je toch. Die gaat binnenkort plat. En ik heb het nog niet gezegd of het is al gebeurd. De kattenboom wil ik bijna zeggen. De kattenstruik waar we toen die wilde kat gezien hebben. Dat is ook op de een of andere manier lijkt wel of het gewoon moedwillig plat gemaakt is. Ik weet het niet. Heel erg jammer. Maar die heeft het dus niet overleefd blijkbaar. Hier hadden we toen die jonge ree gefilmd. Die konden we echt tot binnen de 3 meter konden we die benaderen. Dat was een hele, heel vaag was dat zomaar kon. Ik bleef maar praten en dat hoorde die blijkbaar. Dus hij ging niet weg op de een of andere manier. Het zal me niks verbazen dat die gewoon nog hier ergens verschuild zit, hè? Even kijken, waar zijn ze nou? Oh, daar. Nee, ook niet. Oh, ik moet hoger kijken. Ja, daar is het wel degelijk aan het regenen daar. Nou, het duurt niet al te lang meer en dan is de zon weer onder. Dan gaan we even de laatste avondvideo maken. En dan zit het er ook weer op. Even kijken wat de maan doet. Je ziet het, de kraters zitten aan de onderkant. Je hebt zo'n ding hè, van de NASA volgens mij. Dan kun je, dacht ik, de omtrek of de doorsnee van de kraters meten. En dan kom je al heel snel op tientallen kilometers. Of beter gezegd, ruim over de 100 met 1 zo'n krater. Dan denk je echt van, wauw, hoe is dat mogelijk? En waarschijnlijk is 99,9%, als het niet meer is, van de hele maanoppervlak, is al in kaart gebracht met kraters. En die zijn echt door een programma, elke krater is helemaal uitgetekend, de omvang daarvan. Dus daar hebben ze blijkbaar best wel veel werk mee gehad. Dan zullen ze natuurlijk wel een speciaal computerprogramma daarvoor hebben van de NASA. Maar echt elke millimeter is waarschijnlijk al gescand van dat ding. Onze natuurlijke satelliet die daarboven zweeft. Wauw, onze maan. Daar is hij. Filmen vanuit het bos.
Hij wordt onscherp. We hebben een speciale maanstand erop zitten, maar die gebruiken we niet voor het vloggen. Nou goed, wij zijn weer bij het pad aangekomen. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. Ik heb het koud gekregen, het is rondom het vriespunt, dus wij gaan weer naar huis toe. Je ziet het, ze hebben toch nog even aan sport gedaan, die wielrenners. Doei!